7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoi, ik ben Rutger van Bright met deze keer een droomauto. Een auto die aangeeft wat een automaker als Porsche kan met een elektromotor en hun know-how. Een auto die een elektrische toekomst aankondigt. En een auto waar jij een poster van boven je bed wilt. Eerder reden we al de goedkoopste elektrische Porsche, de Taycan 4S, en nu dus de duurste. En niet op het ijs in Finland, maar gewoon op de Nederlandse weg. Deze auto kost kaal 191.000 euro en zoals je hem hier ziet, dik 220. En daarvoor krijg je 761 pk en 1050 Nm koppel. Insane! Op papier is deze Porsche de heftigste van allemaal. Als we hem vergelijken met de dikste op benzine, dan hebben we het over de GT2 RS. En die heeft toch 61 pk en 300 Nm minder dan deze elektrische Porsche. En die is als Rafael Nadal, die flink uithaalt en krijst bij het opslaan. En deze is meer als Roger Federer. Rustig, stil en beheerst. Toegegeven, ik luister liever naar het blok van de GT2 dan naar Nadal, maar smaken verschillen. Voor een supersportwagen is deze auto wel behoorlijk stil. Maar voor een lange afstandtoer is die dan wel heel gedistingueerd. Porsche heeft er nog wel iets aan gedaan door een synthetisch geluidje toe te voegen. Dat kan ik zo aanzetten. Ja, het is heel subtiel, een soort ruimteschip geluidje, een drone op de achtergrond. Geen benzinegeluid, dat is dan staat ze wel weer te prijzen. Ja, het is cool, maar eigenlijk is het nog cooler dat hij zo hard kan zonder dat geluid. De Taycan is begrensd op 260 km per uur, terwijl die GT2 RS doorloopt tot 340. Nou ja, daar kun je discussies over gaan voeren in de comments hier. Maar in het echte leven maakt het natuurlijk niet zo gek veel verschil, tenzij je tegen elkaar gaat racen op een circuit. En het bereik van de Taycan is maar 100 km minder dan die van de GT2 RS. Toegegeven, je kunt een beetje sneller tanken dan dat je kunt laden. Maar met 270 kW laden, zodra die Ionity snelladers van 350 kW er staan, dan heb je in 20 minuten 280 km bereik erbij. Bovendien heb je 3 man publiek potentieel voor je stuurmanskunsten tegenover die ene die in de GT2 RS naast je past. En die mensen mogen ook nog 4 keer zoveel bagage meenemen. Wil je trouwens veel ruimte achterin en elektrisch snel rijden, dan kun je beter een Tesla Model S nemen. Want achterin zit je in de Porsche wel een beetje krap. En je hebt veel minder bagageruimte. 366 liter in deze, 894 liter in de Tesla Model S. Je kunt trouwens deze achterbank bestellen voor 2 personen of voor 3 personen. Ja, en er zijn veel vergelijkingen te maken met andere auto's, maar er zitten ook veel originele ideeën in. Zoals deze laadklep. Die heeft hij aan beide kanten. En ik kan swipen hier onderdoor en dan gaat hij open. En we hebben natuurlijk 360 graden camera's om deze auto heen. En de achtercamera die zit niet achter het logootje verstopt zoals ze bij Mercedes en Volkswagen wel doen. Maar die zit hier zo helemaal onder bij de kentekenplaat. En dat betekent dat die snel vies wordt, maar daar hebben ze aan gedacht. Want hij heeft zijn eigen douchekopje. En je zet de auto aan zoals elke Porsche. Aan de linkerkant van het stuur. Maar hier geen sleutel, maar een aanknop. En die aanknop, nou ja, die ken je niet van een Daihatsu, maar eerder van een Dell. En de versnellingspook, die komt je ook wel bekend voor. Bij de Porsche 911 lijkt hij nogal klein en dan zit hij op de middenconsole. Hier zo zit datzelfde kleine knopje naast je stuur op het dashboard. En wat hier binnen opvalt in deze Porsche zijn alle schermpjes. Kijk, elke moderne auto heeft tegenwoordig zo'n groot scherm achter het stuur. Maar deze heeft dan ook nog weer een soort touchscreen knoppen op de hoek waarmee je dingen kan bedienen. In plaats van knopjes hier omheen nog weer verstopt achter het stuur. En hier in het midden zit een scherm, nou die kennen we allemaal, maar daaronder zit nog eentje om de boel te bedienen. Ik verwacht eigenlijk dat hieronder bij de stoel ook nog een touchscreen zit om een stoel te verstellen. Dat is dus niet zo. En leuke innovatie, voor de passagiersstoel kun je ook een schermpje bestellen. Die hebben wij in deze auto niet. Maar eigenlijk is het natuurlijk de meest logische innovatie die je voor kan stellen, dat die passagier gewoon lekker met het infotainment systeem kan spelen en een beetje DJ'en. Al die schermpjes betekent overigens niet dat ik me graag wil laten afleiden. En gelukkig is het dus ook een modus om of een volledige kaart hier te laten zien, zodat ik het middenscherm helemaal niet nodig heb. Of een minimale weergave met alleen de snelheid en nou ja, zo'n waarschuwing is een waarschuwing en verder helemaal niks.
De navigatie kunnen we bedienen door plaatsnamen met de vinger op te schrijven. En dat werkt eigenlijk best wel lekker. En de navigatie laat dan ook zien waar je moet laden. Dat is best wel handig, maar die laadstations zijn natuurlijk niet zo snel als de superchargers op het moment. Dus ik moet hier 1 keer 1.5 uur laden. Nou, dat kun je met een Tesla ook nog wel hebben. Maar ook 1 keertje 54 minuten. En dat is wel heel erg lang. En bij het inparkeren zie je een vette 3D-animatie van je eigen auto. Alsof er allemaal drone'tjes omheen hangen die dit beeld kunnen weergeven. Dat is niet zo. Dit is een soort render op basis van de camera's die er omheen zitten. BMW deed dat eerder al en eigenlijk deden die het beter. Want hier zie ik dus af en toe een soort mini-autootjes die in werkelijkheid heel groot zijn. Of juist reuze stoepranden. En dat zorgt ervoor dat ik er niet helemaal op durf te vertrouwen. Maar vet is het wel. En wat opvalt als je hier naar kijkt is wat een fraaie verschijning die auto eigenlijk is. De eerste sportsedan van Porsche was natuurlijk de Panamera. En die zag eruit als een soort opgerekte 911. En nou, daar kon mijn oog in ieder geval niet helemaal aan wennen. Ja, en deze is uit elke hoek eigenlijk heel mooi om te zien. Al die details verbleken overigens bij de prestaties op de weg. Deze auto voelt alsof je in een light rail rijdt. Alsof de Hyperloop al geïnstalleerd is. Alsof ik verheven ben boven de wetten van de natuur. Hij ligt echt als een blok op de weg. Van achter het stuur krijg ik het idee alsof ik eindeloze grip heb. Alsof ik eigenlijk niet hoef te remmen voor een bocht of voor een rotonde. Als ik mijn armen maar snel genoeg kan bewegen. En daar zit dus ook de beperking van deze auto. Hier, achter het stuur, ik. Dat gaat natuurlijk enigszins ten koste van het comfort. Maar als dat je belangrijkste eis is, dan koop je niet een auto waarbij je met je gat zo dicht bij de grond zit. Dan koop je maar een Bentley. Ja, wil je het gevoel hebben dat je in een raket gelanceerd wordt, dan neem je deze auto. Dan zet je hem in de Sport Plus. Dan hoor je ook dat motorgeluid aangezet wordt. Linkervoet op de rem. Rechtervoet op het gaspedaal. En kun jij die camera een beetje recht houden? De auto weet zichzelf echt fantastisch tussen de lijntjes houden zonder dat ik mijn handen aan het stuur heb. Beter dan een Tesla of vooral met minder glitches. Is er dan niks wat echt irritant is aan deze auto? Jazeker wel. Hier rechts op het scherm achter is soms best wel belangrijke informatie. En die kan ik vaak niet zien omdat de stuur en mijn hand ervoor zit. Ik kan ook met mijn stem naar een locatie zoeken en op Google. Maar ik kan niet met mijn stem naar een locatie op Google zoeken. Snap je? Ja, en een pet peeve van mij, maar alle aansluitingen zijn USB-C en ik heb die stekkertjes niet. Maar die kunt u kopen. De Porsche Taycan Turbo S is een auto voor op een poster. En voor de meeste mensen blijft hij daar ook, want hij is natuurlijk verschrikkelijk duur. Als product is het een betere auto dan een Tesla. Maar de gebruikservaring van het Tesla Supercharger netwerk, ja, dat is toch wel heel erg prettig. En daar heeft Porsche nog wat werk te doen. Maar achter het stuur van deze auto kun je maar één conclusie trekken. Het is game over voor de benzinemotor. Als je voelt hoe moeiteloos deze auto je richting de horizon trekt, ja, dan hoef je echt geen benzine meer te verbranden. Eigenlijk voelt dat hopeloos ouderwets. En mis je dan het geluid? Nou ja, mis jij in je auto het geluid van gehinnik en hoefgeklop? Ik dacht het niet. Dus ik denk dat we hier ook wel aan kunnen wennen. Schrijf je haat over elektrische auto's in de comments van een andere video. En like deze als je hem leuk vindt. Abonneer meteen met de bel aan, dan mis je geen enkele video van Bright.